In de Surinaamse media, Dagblad Suriname, staat een stuk met de kop: Ingrid Bouterse actief voor NDP op politiek podium. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. 3 juni 2024, Dagblad Suriname, door redactie. Ingrid Bouterse, echtgenote van voortvluchtige en internationaal gezochte Desi Bouterse, verscheen prominent op het politieke podium van de Nationale Democratische Partij, NDP. Tijdens een vergadering in Pontbuiten, waar een informatiecentrum werd geopend, kreeg organisator Romano Meriba complimenten voor de bijeenkomst. Meriba werd in 2017 veroordeeld tot drie. Vijf jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid in 2015 bij een roof overal op een ondernemer. Meriba zat al eerder in de gevangenis. In 2002 gooide hij een granaat naar het huis van de Nederlandse ambassadeur in Suriname. Drie jaar later kreeg hij 15 jaar cel voor roof en doodslag. Zijn pleegvader Boutersen verleende hem in. 2011, gratie. Romano Meriba, de pleegzoon van de Surinaamse oud-president Daisy Boutersen, is in Paramaribo afgestudeerd aan een Nederlandse hogeschool in 2023. Hij heeft de titel Bachelor of Business Administration, BBA, verhaald aan de Nederlandse Business Academy. Ingrid verklaarde dat ze niet weet waar haar man zich bevindt. Desi Boutesse is in Suriname veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de decembermoorden van 1982. In haar toespraak uit de Ingrid Boutesse haar zorgen over de huidige situatie in Suriname, waarbij ze zei dat mensen zich niet meer openlijk durven te uiten en velen om hulp vragen. Ze gaf aan dat ze een schoon Suriname wil, waar mensen toegang hebben tot gezondheidszorg en niet gedwongen worden te emigreren. Ze benadrukte de noodzaak voor gelijke rechten en wetten voor iedereen. En pleitte ervoor dat hulp en pakketten eerlijk verdeeld moeten worden. Ondervoorzitter Ramon Abrahams kondigde aan dat de NDP binnenkort bestuursverkiezingen zal houden. Ondanks dat Desi Bauterse voor het vluchten is, blijft de partij actief. De NDP plant een massabijeenkomst op 6 juli 2024 om een campagne officieel te starten. De familie Bauterse is door de Verenigde Staten als persona non grata verklaard en is daar niet welkom. Aldus Dagblad Suriname, Paramaribo, Suriname.